vandaag. Goed, het avontuur gaat door, verder. We gaan naar Manuel Antonio, misschien het meest bezochte park in Costa Rica. De tip is om langer dan één dag van tevoren je plekken te boeken. Ja. Want daarom gaan we pas om 11 uur, maar het zorgt wel voor een rustige ochtend. Hier is de Manuel Antonio tip, want eigenlijk op het moment dat je parallel gaat rijden aan het strand en dan staan er al gasten je naar binnen te zwaaien dat je daar kan en moet parkeren. Maar je moet gewoon helemaal doorrijden langs het strand. Let even op dat je op tijd naar links gaat, anders loopt de weg dood. Gracias! En probeer gewoon zo dicht mogelijk bij het park te parkeren. Dat hebben wij nu gedaan bij Hotel Manuel Antonio. En dan hebben we gewoon plek. 5000 kolonnes, daar kan je de hele dag staan. Dus semi-bewaakt, denk ik. Dus dat is de tip van Manuel Antonio als je met je eigen vervoer bent. Arnold werd tegengehouden bij de entree, alsof hij Australië in wilde met fruit. Dus, wat is de tip, Arnold, voor Manuel Antonio? Ga je fruit meenemen? Ja, de bar komt, let me schrijven. Arnold. Yes, the one and only. Kimo. En Kimo, yes, he is there. That's me. Yeah. Pura vida. Pura vida. We zijn daar. Bij één. Bij één. Snap je? En eigenlijk is viewpoint over. Viewpoint. Maar ik ben daar ook nog wel geweest. Ja. En dan heb ik nog wel een rondje doen. Dichte schoenen aan. Dat pad is toch helemaal betegeld en zo. Ja, de tip is om in welk nationale, ongeacht welk nationaal park je gaat wandelen, om altijd dichte schoenen aan te doen. Maakt niet uit of je een reisbegeleider hebt die zegt, oh, op slippers kan wel. Geloof hem of haar niet. Dichte schoenen. Weet je, en ik heb vernomen dat er reisbegeleiders zijn die gewoon zeggen, ja, kan prima op slippers. Geloof hem of haar niet. Arnold staat daar een luiaard te fotograferen. Ik heb helemaal Arnold. De vlogkijkers willen ook graag even een foto zien. Sta je te zweten of een ontwerp? Zover ik weet zijn er in Costa Rica geen otters. Ja, wat is er? Tudeniets. Goed, heb je hem op de foto? Ik denk het wel. Mooi. Nou, dan bij deze. Dit is de foto die Arnold heeft gemaakt. Van de luiaard daar in de boom. Ik heb gewoon niet de goede lens bij me. Dus... Hier is wat je gedaan hebt. Smeriger dan deze apenpoepen. Nou ja. Als jij de keuze zou hebben tussen in apenpoep staan of in hondenpoep staan, what would it be? Altijd apenpoep, want weet je... Ja, dat is maar goed, ik ga voor de apenpoep, want weet je, thuis stap je al vaak genoeg in de hond. You know what there is on the other one? Zeker. Weet je, dus als je de kans krijgt... Ah, en die vrouw daar, die stapte er bijna in. En toch, Arnold, ben ik toch een beetje benieuwd hoe het dan ruikt. Medium? Moderate. Moderate was het, ja. Moderate. Nou, zeker. Het is best een leuke klimmetje. Wel waard hoor. Het viewpoint is echt zeker, wel... Zeker, zeker. Ja, de moeite waard. Maar ik zou het niet als moderate bestempelen. Nou, ik zie een druppel aan je neus hangen van het zweet. Dus, ja. En je weet, als er een druppel aan je neus hangt, is het niet moderate. Is dat... Nou ja, en zeker voor twee getrainde atleten als wij zijn. Ja. Dus zou ik zeggen van...
Kijk, de zweetdruppel is vanwege de hitte, hè? Niet vanwege de moeite. Nee, dat is beste reizigers, ik ben niet zomaar met iemand op pad. Nee, ik ben met de Ape Man. God hemzelf ben ik op pad. Dat is een goeie. Wie raakt wie eigenlijk aan? Dat is God en Adam, denk ik, of niet? Oh, dat zou wel kunnen. Ja. Dus ik ben met Adam of met God op pad. Nou, ik denk dat jou, Linda, heel tevreden is met deze Bijbelse connotatie inderdaad in Emmanuel Antonio. Ja. Weet jij? Nee, ik ben best wel tevreden. Ik was al tevreden toen ik een foto van een eenzaam aapje had. Toen kwamen ze nog met z'n allen. Nou ja, en toen kwam dit er nog eens een keer bij. Ja, dat is natuurlijk de dubbele kers op de taart. De kers op de taart. De schepping van de mensheid was het, Arnold. Dat is de taart hemzelf. De schepping van de primaten. Nou. Helemaal goed. Leuk. En nu gaan we echt weg uit Emmanuel Antonio. Ja. Bumper van achter. En ergens over een kilometer of 4 moet ik volgens mij een afslag nemen, maar geen idee wat. Maar het rijdt in ieder geval dit redelijk door. Nou, het is duidelijk, we rijden in het donker naar de La Ensenada Lodge. En af en toe is de weg even heel erg slecht. Dus, het is nu 7:15 en we zouden er om 7:45 zouden we er moeten zijn. Dus, de tip is ook, als je in Costa Rica rijdt, ga niet uit van de kilometers, maar ga uit van uren in tijd. En tel daar zeker nog 20% bij op, denk ik. Zeker. En waar je rekening mee moet houden is dat het hier gewoon echt vroeger donker is dan in Nederland. Ja, en loslopende honden. Ja, nou los liggen, dat was een kat volgens mij ook niet. En gaten in de weg. Maar... Muy cerrado. Gracias. Ik heb de auto niet op slot gedaan. Nou ja, dat maakt niet.